Goedemorgen, 10 uur 26 september 2020. We pakken het Hollands Kustpad of het Nederlands Kustpad deel 2 hier weer op bij Johannashof, Castricum. En we gaan naar noordelijke richting vervolgen met de 8e etappe. Loop lekker mee. Een klein stukje parallel aan de autoweg, zeeweg geloof ik, richting Castricum aan Zee. Maar dat is maar een heel klein stukje, want we gaan zo afdraaien. Als het goed is zijn we dan van de autowegen af. Hier gaan we naar links. Hier in de bossen wordt enorm veel gemountainbiked of mountain gebiked. Heel veel groepjes, eenlingen ook. Hier naar rechts. Ook vlak weg. Dat had ik niet verwacht. Dat ik nog zonder jas zou lopen vandaag. Zoveel kans op regen en zo koud zou het zijn. Maar dat valt dus alleszins mee. In het zonnetje. Er zitten wel wat zandpaadjes tussen. Goed voor de conditie. Eens even kijken. Geen markeringen, dus misschien rechtdoor. Klopt. Zo, een gaaf klimmetje. Kijk, dat is wel mooi, hè. Een bijzondere boom. En toch leeft hij nog. Zijn tak is gespleten. Maar hij heeft een mooie nieuwe. Tot nog toe is het stuk heel gevarieerd. Wat open stukken, wat half open stukken zoals dit. Wat bosjes, ik krijg straks ook weer een bosje. En heuvels, wat vlakkere stukken in het begin. Ah, top. En dan de zon erbij. En zoals deze weg aangeeft, de middenweg, zijn we hier bij de middenduinen. Geen idee wat dat betekent, blijkbaar niet de buiten- en binnenduinen, maar de middenduinen. Een klein berkenbosje en dat is ook zo weer voorbij, geloof ik. Zelfs hier en daar een plasje, maar ik geloof niet dat het echt grootschalig waterwindgebied is hier. En zo krijgen wij zicht op Egmond aan Zee. Eindelijk weer aan zee, uitzicht op de zee. En tot 1000 jaar geleden bestond er niet eens een Egmond aan zee. Of geen Katwijk aan zee. En dat komt omdat in die tijd de boeren arm waren. En ze toestemming vroegen om aan de kust te gaan wonen. Om daar wat te gaan vissen en de vis te verkopen. En toen Scheveningen en IJmuiden grote havens werden voor de visvangst. Konden ze het hier niet meer bolwerken in Egmond aan Zee en Katwijk aan Zee. En gelukkig kwamen er wel steeds meer toeristen. En hier in Egmond aan Zee eindigt deze 8e etappe van het Nederlands Kustpad. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meelopen. Tot de volgende keer.